Hi, mijn naam is Gijs Bodenstaf, een van de online video professionals. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel eenvoudig je YouTube kanaal definitief kunt verwijderen. Nou, als eerste ga je even inloggen op www.youtube.com. Je vult je user en password in. Dat duurt even. En dan ga je vervolgens naar de rechterbovenhoek, op het icoontje klik je. En dan ga je naar YouTube instellingen. Daar klik je op. En dan kom je eigenlijk bij je overzicht. Dus dan zie je welke kanalen je hebt, welke account. En dan klik je op geavanceerd. En dan scroll je naar beneden en dan zie je hier de knop kanaal verwijderen. Het kan zijn dat deze knop bij jou er niet staat. En dat zou betekenen dat je G+-account, je profiel, aan je YouTube-kanaal is gekoppeld. Hier maak ik een aparte video over hoe je in dat geval dan je kanaal kunt verwijderen. Nou, je klikt op kanaal verwijderen. Dan zul je nogmaals moeten inloggen. Dus dat doen we even. Nou, dan moet je even doorlezen en moet je er ook echt van bewust zijn dat als je hem nu gaat verwijderen, dat al je video's weg zijn, je comments, je berichten. Nou, je ziet ook dat alles wordt verwijderd, maar je Google-account wordt niet verwijderd. Nou, je vinkt hem aan, je drukt op kanaal verwijderen. Weet u het zeker? Wil je je kanaal permanent verwijderen? Ja, dat willen we. Je drukt op kanaal verwijderen. En in principe is dus nu je YouTube-kanaal verwijderd. Dus je ziet nu dat je loodgietersbedrijf X nu verwijderd is. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een YouTube-vraag? Stel hem even hieronder en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons een like en abonneer je even op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Heb je mijn vorige deel nog niet bekeken? Bekijk dan deel 22, je YouTube-naam wijzigen. Of natuurlijk het volgende deel, deel 24, je YouTube-afspeellijst sorteren. Of mocht je toch je volledige YouTube-account willen verwijderen? Bekijk dan deel 26, het laatste deel van deze YouTube-cursus.